Afstandsonderwijs is een manier om je carrière een nieuwe wending te geven terwijl je aan de slag blijft. Een opleiding volgen via afstandsonderwijs doe je aan Cato Vivis vrij van tijd en ruimte. Denk je eraan om in afstandsonderwijs een opleiding te gaan volgen? Dan kan deze getuigenis van een net afgestudeerde bachelor je wellicht verder helpen bij je beslissing. De Vlaamse overheid is met vele zaken bezig die belangrijk zijn voor de maatschappij, maar bestuurszaken is eigenlijk het beleidsdomein dat ervoor probeert voor te zorgen dat die andere beleidsdomeinen goed kunnen functioneren. Dus we houden ons bezig met HR, met facility, ICT, regelgeving en eigenlijk alles wat je nodig hebt om een organisatie te laten runnen. Mijn naam is Ivan Samson, ik ben 29 ondertussen en ik werk sinds 2008 voor het departement bestuurszaken van de Vlaamse overheid als applicatieontwikkelaar. Ik heb gekozen voor een opleiding toegepaste informatica aan de Vivis Hogeschool in Kortrijk. Het was mijn oorspronkelijke doelstelling om een breder inzicht te krijgen in IT en ik denk dat ik daar ook in geslaagd ben. Het topmanagement van de Vlaamse overheid heeft het herhaaldelijk gezegd de voorbije jaren. ICT is voor ons een strategisch instrument. Bij ons is de nood vooral hoog op de brug tussen ICT en business. Wij hebben mensen nodig die vertalen wat de business wil in ICT. Wel, in de eerste plaats is de bedoeling dat je de cursus zelfstandig doorneemt. Maar uiteraard zijn er dan punten dat je wel eens vast komt te zitten. En dan kan je rekenen op de docenten, ofwel via mail. Maar er is ook een elektronisch discussieforum waar dat je met medestudenten kan overleggen over bepaalde punten. In principe is het zelfs mogelijk om volledig je traject zelf uit te stippelen. Dus er wordt een standaard model aangeboden waarin dat je in 5 modules in een academiejaar doorwerkt. Maar je kan die zelf gaan inrichten in welke vakken je kiest, welke modules je wil volgen. Dat is allemaal af te stemmen met de opleiding. Wel, op het eind van zo'n module worden er meestal een 3-tal examens afgenomen waarvoor je zelfstandig je moet voorbereiden. Dat is dan 1 dag dat je op de school aanwezig moet zijn. Ik kan met zekerheid zeggen, als je aan zoiets begint, dat je wel steun nodig hebt van het thuisfront. Of dat dan je partner is of andere familie, maakt niet zoveel uit. Maar het legt ook wel een druk op hen. Dus het is belangrijk dat zij er 100% achter staan. Ik heb het ook al aangeraden aan mensen. Het is zeker voor mij persoonlijk een zeer goed systeem geweest, omdat ik makkelijk zelfstandig studeer. Maar dat is ook wel een vereiste, dat je zelfstandig een cursus kan doornemen, dat je zelf kan bijstuderen. Je studeert ook op je eigen tempo. Dit is een presentatie die ik over enkele weken ga geven als verdediging voor mijn bachelorproef bij Cato of Vivis, wat dat het binnenkort gaat worden. Het eerste puntje is de scope. Dat gaat over de scope van het eindwerk. Ik ga er heel kort door, want dat is voornamelijk voor de mensen van Cato van belang. Dat gaat erom over wat dat ik precies gedaan heb in het kader van mijn eindwerk. Ik ga het hebben over de opdrachtgever, het departement dus. Ik heb alleen maar het gevoel bij Ivan dat hij mij heel goed begrijpt en dat hij bijvoorbeeld in het kader van datamodellering, want daar zijn wij heel vaak mee bezig, dat hij eigenlijk die technieken heel goed onder de knie heeft en dat hij heel gemakkelijk eigenlijk met mij meedenkt. Ik kan mij niet voorstellen dat je op dergelijke manier met je klant kunt meedenken als je die basisopleiding niet hebt gehad. Wij zijn op zoek naar mensen die de bouwstenen van ICT heel goed kennen, die ermee kunnen spelen, die inzicht hebben in de mogelijkheden van ICT en die dan anderzijds de betrokkenheid naar de organisatie tonen, zodanig dat ze eigenlijk de perfecte brug vormen. Ik werk als applicatieontwikkelaar, ik wou meer achtergrond, ik ben zeker geslaagd.